Drie schetsontwerpen zijn geselecteerd om invulling te geven aan de kunstroute in Heteren. Als inwoners van de gemeente Overbetuwe kunt u uw stem uitbrengen op één van de kunstenaars. Dit is de torenroute van Alfons de Raafvest. Het uitgangspunt is geweest het feit dat je eigenlijk Heteren kent door de toren, dus die peperbus zoals die heet. Dit is het beginpunt van de route als je van de snelweg komt en het dorp in rijdt. Maar het kan ook het eindpunt zijn. Dit is de oorspronkelijke kerk. Dan zie je even de vorm duidelijk. Op de kop gezet in het water, waardoor je dat fundament even goed in beeld krijgt. Het voorstel voor mij gaat uit van 5 beelden. Maar eigenlijk was die kerk in het water op de kop, dat beeld was er eerst. Dus als je dat wat lijkt, hè, als je het voor kunt stellen dat dit een heel mooi beeld is op dit water, dan moet je gewoon voor deze route stemmen. Stemmen kan nog tot en met 3 juni.